Neutraliteit. Dat is een leuk woord die ik zo nu dan wel eens van mensen te horen krijg als ik een discussie heb op straat of soms via fora. Mensen willen graag neutraal zijn en vinden dan eigenlijk bij voorbaat al dat wanneer ik dan de Bijbel aanhaal in mijn discussies, dat al niet meer neutraal is. Want als je neutraal bent, dan distancieer je dus van het van de Bijbel of van allerlei vooringenomen standpunten. In hoeverre zijn mensen nou eigenlijk neutraal? Mijn antwoord is eigenlijk ook altijd dat niemand neutraal is. En mensen kunnen daar niet zo goed mee overweg, want het klinkt in onze samenleving ook heel erg mooi, hè? Van nee, ik ben neutraal. Ik bemoei me eigenlijk in die zin nergens mee. Ik geloof dat je dingen heel objectief kunt bekijken zonder bevooroordeeld te zijn. En de Bijbel is iets. De Bijbel zegt ons eigenlijk iets heel anders. In Jacobus 4, vers 4, ik lees het even voor, staat bijvoorbeeld: overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Ha, zeggen de neutrale mensen. Ik ben geen vriend van God, maar ik ben ook geen vriend van de wereld. Ik ben neutraal. Heel interessant. Dus, als neutrale man of vrouw, beweer je dus dat wat er in de Bijbel staat niet klopt? Nou ja, in wezen wel. Als jij zegt van, nou, de Bijbel klopt niet, dan ben je al niet meer neutraal. Weg neutraliteit. Dus mensen die lopen te schermen met neutraliteit, die kun je eigenlijk heel simpel vangen door te zeggen van volgens jou klopt de Bijbel dus niet, want in de Bijbel staat dat je niet neutraal kunt zijn. Het is of-of. En als jij zegt ik ben wel neutraal en dat kan, dan zeg je dus in wezen de Bijbel klopt niet. En door dat te zeggen verspil je je neutraliteit alweer. Heel simpel. Neutraliteit kan niet. Een christen hoort ook niet neutraal te zijn. Een christen hoort een vriend van God te zijn. Geen vriend van de wereld. Wij kunnen niet eens neutraal zijn. Wij zullen altijd moeten kiezen voor Gods woord en voor de Heren als onze vooringenomen standpunten. Heel interessant. Denk er maar eens over na.